Goedendag, Maurice Dansraad van Total Car Concept. Dit is de Nissan Skyline 34 GTR, voor velen al bekend van het voorgaande Tyrantex. In deze Skyline hebben we een Mainz motor ingebouwd. Het is een stage 2 Mainz motor, die tussen 700 en 800 pk kan leveren. Nismo sveebars, Nismo draagarmen en is voorzien van een Tyrantex voorzet. Voor de remmen van de auto hebben we gekozen voor de AP. Zowel voor als achter is de Big Brake van AP gemonteerd. We hopen met deze auto ook nog wel leuk te kunnen eindigen in het klassement. Ook omdat deze auto dit jaar plaats gaat maken natuurlijk voor de GTR. Dit is de nieuwe GTR waar wij dit jaar de Tyrantex gaan rijden. We zijn sinds kort ook dealer geworden van Switcher Innovation. Switcher maakt performance-kits voor de GTR. De kit die wij gaan implementeren op deze auto is de P800-kit. Dat wil zeggen dat de auto 800 pk gaat krijgen. Met de P800-kit van Switcher wordt de auto voorzien van betere koelers, motormanagement wordt aangepast, ook om de grote injectoren en de turbos worden gemodificeerd. De auto wordt ook in mat zwart folie gezet. Daarom heeft natuurlijk ons eigen reclame voor Total Car Concept. Dus de uitstraling van de auto wordt wel flink aangepakt. We hopen voor de Tyrantex 14 maart de auto heel klaar te hebben met 800 pk kit. Mochten we dit misschien niet redden, zou de auto wel meer vermogen draaien dan standaard. We hopen met de auto natuurlijk een mooie tijd kunnen neerzetten en misschien wel een eerste plaats.